Wij trainen zo'n 12 tot 15 uur op de baan. In principe fietsen we daarvan hooguit nog geen uur, denk ik. We zitten wel met warming-upjes steeds. Maar qua effectieve oefeningen zijn we maar heel kort bezig. Voor de rest is onze krachttraining heel belangrijk. Dat doen we zo'n 5 tot 6 uur ongeveer gemiddeld per week. En ja, onze kracht is eigenlijk de hele basis van het baanrennen. En ja, naast dus kracht op onze baanfiets door met zware verzetten te trainen, trainen we dus ook heel veel in het krachthonk. Wij hebben onze kracht nodig om in principe zo snel mogelijk en zo hard mogelijk op gang te komen. En vervolgens ons verzet, onze snelheid vast te kunnen houden door gewoon ja, goed hard en krachtig te blijven trappen. Hetgene waar wij op focussen met de krachttraining is eigenlijk alleen maar op onze benen. Dat is hetgene dat telt voor ons. Dat is waar onze power vandaan moet komen. Verder groeit ons bovenlichaam daar in principe automatisch in mee. Daar doen we niet al te veel voor. We nemen wel wat core oefeningetjes natuurlijk mee. En ja, tijdens onze oefeningen voor de benen gebruiken we natuurlijk wel ons bovenlichaam. Dus ja, vandaar dat we ook wel ons bovenlichaam uiteindelijk wel trainen. Maar in principe focussen wij ons puur op de benen. Ik denk dat onze kracht en onze power die we hebben zo'n 75 tot 80% meespeelt op het hele gebeuren op de baan. Als je heel sterk bent, heel krachtig bent en daarbij een beetje kan fietsen en wat tactieken kent en kan timen, dan ben je een heel eind eigenlijk binnen de baanrennen. Maar ik denk dat het inderdaad 75 tot 80% op kracht aankomt. In principe is iedere baanwielrenner echt super sterk in zijn benen en heeft heel veel kracht en power. Maar het is niet altijd zo dat het de sterkste wint. In een sprint gaat het er ook om dat je tactisch bent, goed kan timen. En dat je ook goed die ander kan verrassen of in ieder geval nog meer dingen in huis hebt. En met een teamsprint is het belangrijk hoe je team functioneert, of je goed op elkaar timed, of je goed van 0 naar ongeveer 60 en dan uiteindelijk door naar 74 kan gaan. Zware trainen is in principe voor ons voorbij nu en we gaan eigenlijk nu alleen maar focussen op de kwaliteit, taperen en veel kwaliteitsherhalingen en rust pakken om uiteindelijk ons doel te halen in Rio. En dat is het doel is uiteindelijk goud, maar toch zeker een medaille, dat zou heel mooi zijn.